zijn hier in gesprek met de woordvoerder van de president. Daarnet is er een regeringsvergadering geweest. Welke onderwerpen zijn besproken? Ja, er is daarnet een RRV geweest en er zijn heel wat issues besproken, heel wat besluiten genomen. Waaronder een update over de status van het IMF-plan. Er wordt hard gewerkt om alle targets te bereiken, om de review van september te halen. De minister zegt dat het de goede kant op gaat. De BTW-targets bijvoorbeeld, die worden gehaald en zijn zelfs overschreden. Dus het een en het ander wordt nog uitgewerkt en dan volgen er meer details. De regering heeft besloten om een aantal goedkeuringen te verlenen met betrekking tot het overdragen van erfpacht en grondhuurrechten op domeingrond. Hier zijn de belangrijkste punten. Titelgerechtigden die voor 1 januari 2023 een verzoek hebben ingediend voor de overdracht van grond, volgens de geldende wettelijke voorschriften, kunnen collectieve toestemming krijgen voor een overdracht van maximaal 5 hectare grond. Deze bijzondere toestemming geldt voor een periode van 1 jaar vanaf 1 september 2023. De notarissen die de overdrachtsakte opstellen, moeten elke 3 maanden een overzicht aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer sturen over de akte die ze hebben verwerkt. Een maand voor het einde van de periode van deze bijzondere toestemming zal het ministerie van GBB samen met de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie een evaluatieverslag voor de regering van Suriname opstellen en indienen. Dit besluit is eigenlijk bedoeld om het makkelijker te maken bij het overdragen van gronden, bijvoorbeeld aan je kinderen. De regering heeft de instelling van het coördinatiebureau goedgekeurd. De departementen zullen geleid worden door de ministers en onder leiding van de president. Er zal dus worden gemonitord als de doelen van het actieplan worden bereikt. Er is gesproken over de bouw van het nieuwe hoofdbureau voor het Korps Politie Suriname op de hoek van de J.A. Pengelstraat in de Gemeenelandsweg. Er zijn veel meetings omtrent dit onderwerp geweest. De kosten waren geraamd op 9 miljoen euro en er waren 2 keuzes. Verder bouwen, en dat bracht heel veel risico's met zich mee, of slopen. Beide opties zouden hetzelfde kosten en het finaal advies was duurzaamheid en veiligheid. Slopen was dus de beste optie. Er komt een openbare inschrijving voor de aannemers. Er zijn al intussen ook aannemers geïdentificeerd die het zelfs voor goedkoper dan die 9 miljoen euro kunnen doen. De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname, NV, heeft studiefondsen beschikbaar. Er wordt gekeken naar modellen hoe de bedragen aan te passen. Er zijn voorstellen gedaan. Het gaat hier om studiefinanciering in verschillende modellen. En het zal verder worden uitgewerkt. Het standpunt van de president is dat geen enkel kind onderwijs mag missen als gevolg van gebrek aan financiën. Er wordt een plan ontwikkeld om alle doelgroepen te bereiken en te kijken naar financieringsmogelijkheden en manieren om de kosten van het onderwijs te verlagen. NOB en OEC zullen dit plan verder uitwerken en de komende periode zal er meer informatie verstrekt worden over dit onderwerp. Tot slot heeft de regering de keuze van mevrouw Grasha Ramcharan Parasing als de nieuwe procureur-generaal goedgekeurd. Ze is al 2 jaar waarnemend PG en is nu dus officieel benoemd conform de voorgeschreven procedure in de grondwet van Suriname.